Wat is jullie meest verschrikkelijke reiservaring? Luister, wij vlogen laatst terug vanuit München. Ik moest zo nodig scheiden, jongen. Ik heb er die hele wc onder gescheten. Maar je moet je dus voorstellen dat jij naar de wc gaat om te poepen, terugkomt. En ik wist al dat jij aan de scheiderij zat. Jij helemaal dat je bent leeggelopen. Dat was gewoon vol me opsteken. Ja, ja. Op de grond had je al gepoept. Ja. Ja. Ik wist eerst dat de wc nog open was. Wel in de wc, niet echt op de grond. Dat ik dan gepoept. Ja, ik denk, voordat mensen het hele rare dingen gaan denken. Hij schijnt gewoon midden in het looppad. Hele grote bruine vlek. Bij de vlucht waar we nu heen gaan. We weten nog niet waar we heen gaan, het zal geen korte vlucht worden. Voor hoeveel geld schijnt je daar midden in dat looppad? Tom? Ja, zeker. Als we een soort crowdfunding doen, hebben we een ton bij elkaar, dan schijnt Koen in die aflevering op de grond van het vliegtuig.